Waar we gisteren vertelden dat er bij Jong PSV in Spanje veel wind stond, is dat vandaag niet anders. En daar hebben sommige mensen best wel wat last van, zeker als ook de sproeiers aangaan. En als dan ook nog denkbeeldige poppetjes worden neergezet, dan wordt het helemaal moeilijk. Met een beetje geluk blijven ze nog even staan. Maar hoe ga je met wind om en ballen schieten? André Ooyer, die heeft er wel degelijk verstand van, doet het even voor en krijgt natuurlijk applaus van de rest. Maar die denkbeeldige poppetjes, die gaan dan alsnog neer. Ooyer moet erom lachen, Schepers iets minder, hij mag ze op gaan ruimen. Dus dan maar zonder die poppetjes dadelijk gaan trainen. Maar natuurlijk eerst een goede warming-up. Kracht, snelheid en behendigheid, die drie dingen staan centraal in deze warming-up. Maar daarna volgt pas het echte spektakel voor deze training. De mannen hadden een toernooitje, drie teams van zes, spelend twee keer tegen elkaar. Inzet is het prijzengeld, de eer en natuurlijk een sprintje minder tijdens de afsluitende shuttlerun-test. De mannen zijn er klaar voor. Dit is dan de stand halverwege Team Hermansson aan kop met 4 uit 2. Koch en Smiljanić, de aanvoerders van andere teams, die zullen toch net iets meer hun best moeten doen. En daar is dan het eindsignaal. Het team van Hermansson, Duarte, Boljevic, Loof, Groenendijk en Gudmundsson. Dat zijn de grote winnaars van vandaag. Bij hen natuurlijk veel gejuich. En bij de anderen nog net geen tranen, maar wel heel veel teleurstelling. Het was wel een leuke ochtendtraining met veel strijd. Iedereen blij, behalve misschien deze man. Want die heeft nog wel wat werk te doen.